Welkom mensen bij weer een gloednieuwe video. Vandaag hebben we voor jullie weer een Spiksplint een nieuwe mod showcase. In de mod showcase van vandaag gaan wij kijken nemen naar de dinosaurus mod. Deze mod is door twee kijkers echt heel vaak aangevraagd of ik die kon doen. Uiteindelijk heb ik er toch tijd voor gehad nu en gaan we die eens mooi bekijken. We gaan niet de volledige mod bekijken. Er zijn heel veel andere items die je hier krijgt. Heel veel bouwblokken. Ook fossielen, decoratie, dingetjes, eten. En verder ook allemaal DNA dingetjes en planten. Wij gaan voornamelijk vandaag kijken naar de dino's zelf. En naar de twee voertuigen die je hier krijgt. Die best wel grappig zijn. Bijvoorbeeld dat de deuren automatisch open gaan als je in de buurt komt. Best grappig. Dus als je aan deze kant zo langs loopt, knalt de deur vol tegen je kopje. En verder gaan we dan naar alle beesten kijken. Daar is al, die zijn super vet. En sommige doen ook tegen elkaar vechten en zo. Dat is best wel leuk. Dus heb je er veel zin in? Laat dan even een duimpje omhoog achter. Verder even shout-out naar de volgende kijkers. Wil je jezelf terugzien? Laat dan even een leuke reactie achter. En zorg dat je geabonneerd bent door op de abonneerknop te klikken. En heb je verder suggesties of ideeën? Laat het allemaal weten. Ik zie ook wel dat we hier wel leuke challenges mee kunnen doen. Dus als je daar interesse of ideeën in hebt, laat het even weten. En dan ga ik alvast even de moppies in mijn inventorietje spawnen. Ik wil eigenlijk wel graag deze Tyrannosaurus als laatste doen. Er was er ook nog eentje die echt heel groot was. Maar dat zullen we zo meteen wel zien. Het kan zijn dat ik ondertussen wat moet knippen in de video. Dat de mod crasht. Heel soms als de dinosaurussen in elkaar gaan lopen of zo, dan begint hij in één keer helemaal gek te doen. En dan crasht hij. verder kun je, je ziet er staat ook allemaal tekst bij de eitjes. Kun je een baby dinosaurus spawnen. Of kun je zeggen van ik doe de gender aanpassen. Mannetje of vrouwtje. En dan kun je ook ervoor kiezen. Als je er twee spawnt. Één mannetje, één vrouwtje. Kun je ervoor kiezen om een babytje te laten maken. Wij houden het vandaag op de mannen. Als het goed is neem ik aan dat ze standaard mannen zijn. Of kan ook zijn dat sommige mannen zijn, andere weer vrouwen. Ik weet het niet. We beginnen in ieder geval met de eerste. Dat is deze jongeman. En als het goed is hebben deze ook, als er daar een andere dinosaurus langskomt, gaat hij zijn nekje uitzetten. Dus als een soort van pauw. Dit is in ieder geval de... Ja... Dilophosaurus. Als ik het goed uitspreek. En als het goed is, als ik er eentje naast zet. Ja, zie je? Dan wordt hij een beetje boos zo. En dan gaat hij zelfs bijten en zo. Maar waarschijnlijk komt voor jullie deze wel bekend voor. Nou, je ziet, hij krijgt er ook allemaal fossielen van en zo. En daarna gaat hij meteen slapen. Nou, wat gebeurt er nou als we een paar dinosaurusje spawnen? Ze rennen ook echt alleen maar weg van hem. Of schiet hij nou iets af? Hij schiet gewoon iets af. Hij spuugt gewoon op hun. Lekker man. Nou, laten we hem mooi even vechten. Dan gaan we verder naar de volgende. De Brachiosaurus. Dat is deze mega grote boometer. Waarschijnlijk komt voor veel van jullie deze ook wel bekend voor. In de boeken van dat ze de dinosaurus uitleggen. Werd deze altijd gezien als de grote blaadjeseter. Dus ik ben benieuwd als je daar een boom tegenkomt of hij ook echt wil gaat eten. Ze zijn alleen niet zo heel snel. Deze in ieder geval. Dus grote kans dat het een beetje lastig wordt met auto uitproberen dadelijk. Dat we er niet langs kunnen. En anders vragen we niet aan die scouten om hem even aan de kant te doen. Je zou denken, super grote vent, die loopt wel heel snel. Nee, valt ook best tegen. Ik ben wel benieuwd of je trouwens over dingen heen kan klimmen. Met de auto is het best makkelijk. Maar met hun iets lastiger. Nou, dan gaan we verder naar de volgende. De Soila Sand. Zo. Lekkere naampjes allemaal. Dit is een soort grote vis. Moet ik alleen even kijken als we hem hier in het water gooien. Of hij dan ook verandert van... uiterlijk of zo. Dat hij dan in één keer... misschien moeten we dan even wat andere vis... spawnen. Zilvervis. Kijken of hij die opeet. Oh, natuurlijk niet. Even kijken hoor. Of we wat visjes kunnen spawnen.
Nou, doen we octopusjes. Kijken wat ze daarmee doen. Vallen ze die aan? Ja. Die eten ze ook gelijk kapot. Hoppa. Ja, het zijn een soort grote piranha's lijkt het wel. En ik had eigenlijk wel verwacht dat hier ook wat meer van die hele oude schelpen en zo in zaten. Want als het goed is, in de dinosaurus tijd waren die er ook bij. Die ook bij Pokémon zitten en zo. Dan gaan we door naar de volgende. De Gallimimus. Mimus. Daar zijn deze vlotte mannetjes. Volgens mij zit deze ook in de nieuwste Jurassic Park als meneer Blue. Volgens mij was het zo heette die... zo noemden ze de dinosaurusje. Volgens mij zijn dat deze. Ondertussen zijn ze hieronder een beetje gesneuveld. Ik durf alleen niet te zeggen of ook de natuurlijke spawn aanstaat van de dinosaurussen. Dus zouden we daar in één keer een paar zo tegenkomen. Dan gaan we door naar een Microraptor. De naam zegt het al, het is een hele kleine vogel. Ik moet wel zeggen dat ik trouwens jammer vind dat hier in deze mod zit die grote pterodactyl, heet die volgens mij, die vogels, dat die hier niet bij zitten. Dat vind ik wel heel jammer. Die zijn wel echt gaaf. We moeten het hier maar mee doen met deze... Ik weet ook niet of ze ook vliegen of ze alleen lopen. Neem aan van wel. Dan gaan we door naar de volgende. De Parasaurolopus. Met die grote horen op zijn kop. Ik moet alleen even kijken of die ook anderen aanvalt. Volgens mij zijn deze allemaal nog redelijk braaf. Op deze manier hierna. Maar die doet ook echt helemaal niks. Beetje slapen zo. Als ik hem nou hierin duw. Nou, word wel boos hoor ik. Nee, dan wordt hij wel wakker. eens even kijken. Dan gaan we door naar de Triceratops. Met die, ik vond deze altijd een beetje lijken op een neushoorn. Maar dan met grote stekelpijn. Hij draait alleen maar rondjes hier. En je hebt dus ook meerdere varianten ervan. Meerdere kleuren is dat bij die andere trouwens ook. Deze bijvoorbeeld. Ja. Lekker man. Maar hier heb je dus ook met wat ruggedingetjes erbij. Ik moet wel zeggen, de models hier bij de mod zijn wel echt super cool. Zien er echt vet uit. Eens even kijken. Dan de ene laatste. Oh, dit was trouwens juist die blue. Dat was deze. Hebben ze die natuurlijk op een blauw? Maakt wel een lekker geluidje. En daar lekker... Oh, die gaan op jacht, zie ik wel. Weet hier wel support. Ja, deze waren dus van de nieuwe Jurassic Park, die hoofdrol spelen. Nou, dan gaan we naar de laatste. De Tyrannosaurus met de kleine pootjes voorin. Die kennen jullie vast wel. Ik zou denken... Die zijn een stuk groter dan dit. Ze maken wel echt veel geluid. Nou, we gaan eens kijken wat er gebeurt als we hierbij spawnen. Het kan ook zijn dat ze met hun voeten al de anderen een beetje aanvallen. Maar ik ben hier naar binnen. Ja, zie je. Hij bijt ze gewoon in één keer. Hè? Deze blijft hier gewoon liggen. Oh, wauw. Ja, dan heb je ook allemaal fossielen. En als het goed is kan je die fossielen in elkaar zetten. En dan krijg je die mobs weer. Vliegen bij en zo. Nou, dan gaan we even snel een rondje rijden in de auto. Die auto's hier zijn echt super grappig. Als ik er maar in kan. Want die kunnen letterlijk overal heen, overheen. Die rijden echt super grappig. Dus ik ben benieuwd hoe dit... nee, daar haalt hij dan weer niet. Maar het is leuk om te zien dat hij dan ook schuin draait. Nou, hier ben ik net mezelf vast aan het rijden. Je ziet ook dat je wielsporen krijgt en zo. Echt super geniaal gemaakt. Je blijft zelf lekker recht zitten. Dat ding gaat maar alle kanten op. Dat is best leuk. Dus bij die andere ook. De Ford Explorer. Ik zal hem al eens even laten zien. Oh. Wat een geluid allemaal, dus. Kijk eens. Deze heeft hij ook. Deze is een stuk groter. Deze is ja de... Kijk hier de...
Dit is de safariwagen. Je ziet, hij kan op alle terreinen doen wat hij wil. Alle terreinen is hij te gebruiken. Maakt niet uit hoe stijl het is. Hij kan er gewoon tegenop. Je ziet, hij gaat hier zelfs bijna schuin liggen. Even kijken, dat wil ik wel eens even proberen of dat lukt. Ja. Een klein beetje nog. Oh. Kijk. Geweldig. Dit is echt super grappig. Misschien dat we hier wel een geinige challenge kunnen doen. Om door dingen heen te kunnen rijden of zo. En dan echt super schuin of iets. Moeten we even kijken hoe ver dat mogelijk is. Nou, in het water is in ieder geval een stuk slow. Oh, we damage ze ook als we ze aanrijden. Dan gaat wel, gaan wel de lijfjes weg. Hier, deze ook. Hupsakee. Ja, dit is mooi. Nou, daarmee hebben we eigenlijk alles alweer gehad. De rest zou ik zeggen, mensen, kijk het zelf even leuk op je gemak na. In de beschrijving kan je een linkje vinden naar de mods die nodig zijn. Je moet de dinosaurus mod downloaden en de library erbij. Ik gebruik zelf de laatste versie 1.12.2 van de mod. Moet je wel in de gaten houden dat je ook de Forge versie goed doet. Dan had ik namelijk de eerste keer dat ik het opstartte niet helemaal juist. Ik had nog een redelijk oude Forge versie ervan. Ja, verder vond je het leuk? Laat even een duimpje omhoog achter. Ben je nieuw? Vergeet zeker niet te abonneren. Heb je nog suggesties? Laat het allemaal achter. Wil je jezelf terugzien? Laat even een leuke originele reactie achter. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Later, mensen.